Ja, hallo. Goedenavond. Mijn naam is Simon Heijmans en ik ben onderdeel van het jonge theatercollectief De Hartenjagers. Mijn collega Mark Zwiers. En wij zijn vanavond gevraagd om een werkstukje voor jullie te maken over de titel van dit programma. Dat komt van een stuk van Heino Müller. Heino Müller schreef in 1981 zijn kortste toneelstuk ooit van wel 11 zinnen. Dat was Hartstuk. En de titel van deze avond komt uit dat hartstuk, namelijk de eerste zin van dat stuk, die luidde: mag ik mijn hart aan uw voeten leggen? De titel van het stuk, van Heino Müller, het stuk, luidde: mag ik mijn hart aan uw voeten leggen? Als u mijn vloer maar niet vuil maakt. Maar mijn hart is rein. Dat wachten we dan maar af. Hallo. Ik heb hem er niet uit. Kan ik u soms helpen? Oh, als u zo vriendelijk zou willen zijn. Ja. Geen probleem. Baksteen. Uw hart is een baksteen. Iets verklappen. Er loopt iemand rond hier van de organisatie voor wie dit stuk een enorme rol in haar leven heeft gespeeld. Het is namelijk een man die heeft die 11 regels heeft gestuurd. En dat heeft gewerkt. Inmiddels zijn ze getrouwd vanwege dit stuk. Applaus. Dus mijn naam is Fouad Laroui. Ik ben de gespreksleider van die discussie, zou ik zeggen, tussen de Connie Palmen en Sabri. Een heel rare keus, vind ik, van de organisatie. Vinden wij ook. Ja, je vindt het ook. Daar heb je iemand die cum laude afgestudeerd in Nederlandica. En ik moet de gespreksleden. Ik ben eigenlijk bang voor je. Waarom vind jij het raar? Ja, dat begrijp ik wel. Waarom vind je het raar? Maar ik heb het gevoel dat ik word elke woord wordt gecorrigeerd. En aan het eind kreeg ik een cijfer van Connie. Nee, dat is frikkerig. Dat ben ik niet. Ben je niet? Maar dat je bang voor me bent, dat snap ik. Goed. Het houden we op. Het gaat over versieren. Sabri, ik wil je iets vragen. Je bent acteur, je bent een goed acteur. Weet je dat, toen ik naar Nederland kwam, was je bezig met pleidooi, heet toch? Ja. Speelde je een pleidooi. En ik heb het Nederlands geleerd door gewoon
jou na te doen. Nee, ik dacht gewoon, ja, serieus. Ja. Het is voor mij heel belangrijk. Wat een eer, wat een eer, wat een eer. Ja. Je bent wel acteur. Ik vraag me af, stel, ik ben vrouw, ik probeer het me te versieren. Hoe kan ik weten dat je echt oprecht bent? Want je bent acteur. Nou ja, een goed acteur is altijd oprecht. Een goed acteur liegt goed, liegt de waarheid, als het goed is. Ja, dus... Ik dacht dat schrijvers dat deden. Ja, maar schrijvers zijn ook acteurs die rollen schrijven. Ja. En acteurs zijn auteurs die de tekst spelen. Nou ja, het begint al heel filosofisch, maar ik vind een goed acteur iemand die de waarheid, die waarachtig is. Dus die de waarheid spreekt. Maar is het op het moment dat je eigenlijk het slecht acteert, dat je echt oprecht bent? Nee, ik bedoel het echt. Stel, ik ben vrouw. Oké, je kunt het. Oké, weet je wat? We gaan het gewoon spelen. Oh jee. Je hebt 2 minuten om Connie te versieren. 2 minuten. 1 minuut is genoeg. Je maakt het echt makkelijk voor hem. Maar stel, ik wil het gewoon zien. Hoe doe je dat? Oké, ik kom er binnen. Het doet me een beetje denken aan het Belgisch programma Mag ik u kussen? Ik weet niet of je dat kent. Nou, dus dan gaan we even Mag ik u kussen spelen. Spelen, zeg ik dan nog meteen, ja. Zie je wel. Oké, begin, klap. Heb ik jou niet ergens eerder van? Oh no. Echt wel. Gewoon omdraaien. Nee, dan ga ik niet meer beginnen. Maar hij heeft eigenlijk al de woorden uit mijn mond gestolen. Ik was ook een beetje bang voor jou. Oh. Maar niet, maar positief. Positief. Ik bedoel, ik heb wel bewondering voor je. Dank je. En ik beschouw het ook als iets positiefs als mensen. Ja, absoluut. Absoluut. Het is niet. Nee. Ben je al vooral als mannen bang voor je zijn. Maar ik heb. Vrouwen ook. Vooral, ja. Honden ook. Moet je zien. Ja, op straat, ongelooflijk. Nee hoor. Maar heb je geen speciaal. Kijk, ik heb een paar. Een versierdruk bedoel je? Nee, die zin. Ik vond dit al een heel goed begin. Ja, ik ben bang voor je. Maar weet je, serieus. Op het moment dat hij jou moest gaan versieren, opeens was hij geen acteur meer. Opeens was hij. Nou, dat vind ik goed. Maar ik ben toch niet acteur? Ik kom ook niet op als acteur, volgens mij. Of wel? Nee, ik kwam niet op als acteur. Dit is ook geen toneelstuk. Je vraagt het om. Het hele leven is een toneelstuk. Nee, maar goed. Een zinnetje die ooit heeft gewerkt voor jou. 1 zinnetje. In het Arabisch, dat kan ook. Wat altijd werkt bij mij is verbetering. Dus als er een vrouw... Ik spreek natuurlijk ook niet... Nederlands is niet mijn taal, dus... Of dat we elkaar een taal leren. Dus dat ik de P niet kan uitspreken. Dat ik dan bijvoorbeeld belangstelling met een P uitspreek. Belangstelling? Ja, belangstelling. En dat mijn vrouw, degene waar ik in een gesprek ben, probeert mij de B. Je moet het dichtbij komen. En dan komen ze wat steeds dichterbij. Ja. Dat is de truc. En niet de P, maar goed. De B. De B. Is goed. Ja. Nou, daar heb jij wat aan. Dan... Ik heb er heel weinig aan. Daar heb jij geen belangstelling voor. Maar dat soort dingen. Of dat ik de H. Of de H is de heel erg. De H is ook vooral de H. Omdat het van Habibi komt. Of Habibti. Als ik dan tegen jou Habibti zeg. Dan weet ik hoe laat het is. Dan weet je hoe laat. En als ik iets langer zeg, dan... Habibti, idha kana dhanbi anna hubbaki sayyidi, fa kullu layali al-ashiqina dhunubu. Atubu ila rabbi, wa inni li marratin, yusamihuni rabbi. En die paard is heel belangrijk. Ilayki atubu. Oh, echt waar. Nu de vertaling. Nou, we gaan. De vertaling. Het doet me een beetje denken aan de scène uit die film met Fish Called Wanda, is het daar? En dat Jamie Lee zegt, talk Russian to me. Russian to me. Is dat in de Fish Called Wanda? John Cleese dan Russisch gaat praten. Ja. Jamie wordt helemaal gek. Ja, dat kon nu even niet, dat snap je. Maar wat heb ik gezegd? Ik heb gezegd, als het...
als het mijn zonde is, als ik schuldig ben aan jouw liefde, als jouw liefde mijn zonde is, dan zijn alle nachten der geliefde zondig. Hmm. Ik bid tot God, etubu ila Rabbi, ik bid normaal tot God, maar vanavond bid ik tot jou. Hoi, dat is wat. Applaus. Ja, maar ik moet zeggen, dat is echt van een ander kaliber dan ken ik je ergens van, maar weet je, ik heb... Ik durf dat bijna nooit meer te zeggen, of althans, ik heb het nooit gezegd, maar... Ik zeg het nu heel vaak, maar ik ben oprecht, want ik geef college bij de UvA en bij de media, oké, bij Frans heb je 8 studenten, bij Duits heb je 12 studenten, bij mediastudie heb je 350 studenten. Dus iedere keer dat ik op straat loop, heb ik het gevoel dat ik iemand herken van media studies. Dus ik zeg heel vaak, ken ik je ergens van, maar ik bedoel het, echt. Een ander heb ik heb gesproken met iemand die zei tegen mij dat ze is ooit verliefd op een man die tegen haar zei, de eerste zin in een bar, eerste zin, ben je zo mooi van je vader of van je moeder? Oh. Nou, een dom week. Ja, sorry. Je vindt het dat niks? Je begint meteen met een probleem. Dan moet ze gaan kiezen. Loyaliteit. Het begint met een oplossing. Ja. En wat denk je van... Dus iemand anders zit tegen mij. Je bent hemels en aard tegelijk. Ook een beetje afgezaagd. Come on, slechte poëzie. Een heel mooi... Dodelijker kan het niet. Als een man met een slechte zin begint. Ja. Dodelijk. Ja. Dodelijk. Oké, vertel. Oké, ik zeg niets meer. Vertel. Nee, ik weet niet wat werkt. Het is... Wat heeft bij jou gewerkt? Jij hebt... Nou, dat is geen geheim. Je hebt mooie, interessante mannen gekend in je leven. Mm-hmm. Wat was de eerste zin? In alle gevallen. We gaan gewoon zeggen A, B, C. En iedereen weet waar we het over hebben. Oké, meneer A. En meneer A. Wat was de eerste zin van meneer A? Nou, de eerste zin niet per se, want hij interviewde me. Dus dat... ik kan niet het hele interview reproduceren. Maar ik had net... Het was 1991. De wetten. Februari. Ik had net de wetten gepubliceerd. En de wetten gaat over een jonge vrouw die... gedurende 7 jaar 7 mannen ontmoet. En met die mannen, die voeden haar, die geven haar een naam. Van die mannen leert ze, probeert ze de wetten te doorgronden waarmee ze zou kunnen leven. En de eerste man heette Isra. En na het interview, dat was eigenlijk de zin die, toen was het aan. Dat we beneden, het interviewruimte, de radio-interviewruimte was boven en we moesten een trap af en beneden stond een groot biljart. En we waren opgelucht dat interview achter de rug was, want er was al heel veel spanning tussen ons. En hij gilt door dat café nummertje 8. Dat vond ik geniaal. De 7 mannen nummertje 8, snap je? Subtiel. Duurde even. Mooi. Die nummertje 8. Ja. Nou, okay. Dat is mooi. En de zeer eloquente politicus Mr. B. Mr. B. Dat zei die ook alweer. Ik kan wel janken als ik naar je kijk. Oh, is ook mooi. Toch? Ja, is ook mooi. Heeft hij dat echt gehoord? Mm-hmm. De eerste zin? Niet de eerste. Kijk, ook dit was een man die ik al vaker had ontmoet. En dan zeg je hele rare zinnen tegen elkaar. De eerste keer dat ik hem ontmoette, had hij zijn hand in verband. Dus dan zeg je, God, heb je je hand verbrand? Oh. En dat werkt niet. voor beide partijen is dat een zin van niks. Dus er was meer voor nodig. We hadden de avond al doorgebracht bij vrienden. Die hadden gekookt en hij was later binnengekomen. Hij had elders wat gedronken. Ik had bij die vrienden wat gedronken. En hij zei het pas op een bepaald moment, toen we al lang bij die vrienden weg waren en luisterden naar muziek van Chandra. Toen zei hij, ik kan wel janken als ik naar je kijk. Kun je ook heel negatief interpreteren. En dat vond ik er juist zo leuk aan. En nu tegenovergesteld, wanneer het voor iemand... Inzien en dat was als iemand kapper. Tegen mij zou zeggen, je bent hemel en aarde voor mij, zou ik zeggen, doei. Ik heb geen kans met je.
Ik maak geen kans nu. Ik heb het uitgespeeld. Nee, als eerste zin zou ik zeggen, welke slechte poëzie heb jij in huis? Nee, dus dat zou niet werken. Überhaupt hele poëtische zinnen. Het moet een beetje hard aankomen. Okay. Sabri, je hebt twee manieren om... Of twee manieren, misschien 100 verschillende manieren om vrouwen te voorzien, dat weet ik niet. Eén is oké, met mooie openingszinnen. Dus we weten wat niet werkt, wat werkt en niet werkt. En ook je kunt gewoon met je lichaam iets uitdrukken. Ik heb je namelijk gezien. Ik heb je zien bewegen zonder één woord. Ik heb net een gesprek gehad over privacy. Dus als iemand nu zegt, ik heb je gezien ik en heb lichaam je gezien. Daarbij... Denk ik, ja, je webcam toch nee, wacht even, dat was in Café de Jaren. Er was 200 mensen aanwezig. Ik was niet in zijn slaapkamer of zoiets. Okay. Dus het was gewoon in een café. Maar ik zag je met je, wat de Engelsen noemen de body language. Ik zag je ooit in de jaren, we hebben nog een beetje gesproken. En daar zat je met, dat was jaren geleden, voordat je getrokken. Geen probleem veroorzaken. Wat heeft het voor? Weet ik niet. Maar dat was daarvoor. Dat was jaren daarvoor. Maar ik moet zeggen, dat was echt een prachtige dag. Ergens in november, weet je. En ik zag je een vrouw versieren alleen met je body language. Hoe doe je dat? Dat willen we graag weten. Wie ben jij? Wie ben jij? NSA, de National Security Agency. Ja. Ik weet alles van. Hoe doe ik dat? Ja, dat geen idee. Ik ben er wel bewust van, maar ik heb altijd gezegd, nou komt het hoor, ik heb het vaker gezegd namelijk, Egypte is mijn moeder en Nederland is mijn vrouw. Ik ben verliefd op de Nederlandse vrouw. Dat is echt, het is geen geheim. Ik ben verliefd op de Nederlandse vrouw. Dat is ook een probleem als je getrouwd bent, want ze is niet maar één Nederlandse vrouw. Dus ik hou van... De westerse vrouw kan je zeggen, maar vooral de Nederlandse. Toen ik hier naartoe kwam, trouwde ik ook, wilde ik ook symbolisch met het land trouwen. Door met een Nederlandse vrouw te trouwen. En dat ben ik nog steeds, niet met dezelfde vrouw. Maar hè, er is een aantrekkingskracht en het heeft te maken met gesprekken. Met taal, met praten. Sorry heren, maar de concurrentie die ik voelde toen ik naar Nederland kwam, door de mannen, waren alle gesprekken bijna, de deuren leken gesloten. Bij de Nederlandse vrouw voelde ik me welkom. De nieuwsgierigheid, ik weet niet of je dat ook herkent. Ja, ja, ja. Maar de nieuwsgierigheid... Ja. Nou, het gaat niet over mij, Het lijkt de wereld draait door wel. Hè? Matthijs? Oké. Okay. Gaat niet over. Oké. Dus de nieuwsgierigheid van de Nederlandse vrouw is mij heel erg bevallen. Bevalt me nog steeds. Ik voel me heel erg gewaardeerd thuis. Nou ja, whatever. En ik voel me ook op mijn gemak. En dan praat je ook op je gemak. En dan voel je je ook lekker in je vel, dan praat je over hoe het zit en dan ga je een beetje, body language, ja. En met hoe dat zou zijn. Het heeft niks met uiterlijk te maken. Dus een vrouw die zich die nieuwsgierig naar jou is, geïnteresseerd, belangstellend, dat is voldoende. Ik wil even wat tips op dames. Ja. Easy. Nee. Dat is het. Ja, easy, dat is het. Dat zou je kunnen zeggen. Maar het gesprek, het blijkt heel snel of het wat wordt of niet. Ja. Hè? Dus niet het is natuurlijk toch een geheim. Maar kijk, versieren is eigenlijk helemaal niet interessant. Wat? Dat is wat wij bespreken hier. Wist ik veel. Ik dacht dat het over de liefde zou gaan. Ja, het gaat over de liefde. Ik had al 1 Korintiërs 13 opgezocht. Nee, we hebben nog de eerste minuten van de liefde. Dus gewoon versieren. Maar trouwens, is er een verdeling van de taken? Ik probeer gewoon Nederlands te begrijpen. Er was ooit een verdeling van de taken. De man versiert de vrouw. Oké. Okay. Ja, dan krijg je de jaren 60. En dan wat? Wat is de situatie? Het ging het mis. Nou, ging het mis.
Ik weet het niet. Ik denk dat er zullen vast cultuurverschuivingen hebben plaatsgevonden in dit, op dit gebied. Maar je hebt ook altijd flirterige vrouwen gehad. Of vrouwen die initiatiefrijker waren. Een slagvrouw waar ik niet toe behoor. Dus kan je daar heel weinig over leren. Echt waar? Ja. Maar is dat niet de ultieme truc om te versieren? Ik bedoel, om dat te zeggen. Ja, ik ben er heel weinig verliefd geweest in mijn leven. Ik ben er ook altijd een beetje blind voor geweest. Heel lang geen tijd voor gehad. Dus die ontmoeting met mijn eerste man, die onmiddellijk nummertje 8 werd, dat was geweldig. Hoefde ik me er niet zoveel mee bezig te houden. En voor mij was het altijd, de volgorde was zo duidelijk. Ik wist zeker dat ik eerst, ik wilde eerst zelf iemand zijn. Ik was helemaal niet zo bezig met versieren of versierd worden. Ik had het niet in de gaten. Iedereen moest altijd tegen me zeggen dat iemand verliefd op me was of aan het flirten was. Ik zag het allemaal niet zo. Dus ik was heel erg bezig met iemand te worden die ik nog niet was. En ik vond mezelf ook, denk ik, niet genoeg de moeite waard als ik niet eerst dat was. Of ik dacht dat dat me dwars zou zitten of dat het oneerlijk zou zijn, want ik zou een geheim doel hebben, iets waar je niet over spreekt, namelijk ik wil schrijver worden. Terwijl een man die graag een vrouw wil en een vrouw die graag een man wil, die wil de vrouw van die man worden en niet eerst nog een schrijver. Dus dat vond ik oneigenlijk. Ik heb mezelf heel lang die liefde niet toegestaan. Niet de liefde, wel minnaars, dat is iets anders. En dat is zo gemakkelijk om een minnaar s'avonds mee naar huis. Dat is, daar hoef ik jullie niet eens tips voor te geven. Dat willen we graag horen. Maar, wacht even, is dat echt tegenstrijdig? Kun je niet... Ja, kijk, er zijn ook jonge mensen die straks schrijven willen worden. En je schijnt te zeggen dat is tegenstrijdig. Is het of liefde of schrijven? Nee, maar dit is niet algemeen geldig. Zo gold het voor mij. Dat heeft ook wat te maken met hoe ik mezelf ken. Dat het schijnt... psychologisch gezien of zelfs fysiologisch gezien. Vrouwen kunnen multitasken, ik kan het niet. Dus voor mij zou dat een soort multitasken zijn geweest. Ik wilde twee dingen in mijn leven, werk en liefde, en in die volgorde. Ik wist zeker dat ook dat werk, als eenmaal het boek mij schrijver zou maken, wist ik dat me dat zou veranderen. Niet radicaal, niet drastisch, niet een totaal ander iemand. Maar het zou me veranderen. En daarna zou ik pas klaar zijn voor de liefde. Ik begrijp wel dat eerst iemand zijn. Eerst ja. Iets, iemand zijn. En die zijn die je wil worden. Ja. En dan ben je bereid om een plek te hebben naast je of in je voor iemand anders. Ja maar hier ligt wel een gevaar, want je bent heel goed in het analyseren van gevoelens in je boeken, van psychologische nuances en dat allemaal. En als je dat doet in die volgorde, in het begin ga je dus alles begrijpen van liefde, hoe dat werkt en dat allemaal. Maar als je alles weet, als je het begrijpt, dan is er geen liefde meer. Je bent te analytisch om dan verliefd te worden. Nee, maar zo werkt het niet. De liefde valt tot op zekere hoogte niet te begrijpen, want die ontstaat door een man, dus die heeft telkens een andere kleur. De liefde is niet een abstract iets dat op dezelfde manier voor iedereen klaar ligt en dat je ergens kunt halen of kunt zoeken of dat je kunt creëren. De liefde die je voelt voor een man ontstaat door die man. Dus die kun je niet van tevoren bedenken. Ik wist ook niet dat ik het liefde zou gevoelen voor meneer A en meneer B. Hele uiteenlopende mannen. Ook, ze hebben ook overeenkomsten, maar het waren hele uiteenlopende mannen. En ze roepen allebei een ander gevoel van liefde in je op. In mij op, in dit geval. Hoe lang duurt het? Ik kan het lang volhouden, maar het gevoel van verliefdheid, liefde duurt bij mij eeuwig. Ik ben echt een soort valk. Ik heb er niet meer van af. Als ik er eenmaal bij ben. En verliefd, ik kan ook heel lang verliefd blijven. Sabri, hoe lang duurt het? Je bent al verliefd. Ik zit in je ogen. Ik ben helemaal verliefd. Ik zit ja, dat is nu mooi. In je ogen. Nee, dat zeg je prachtig. Je praat heel mooi over de liefde.
Wat vroeg je? Wat vroeg je ook alweer? Hoe lang duurt het? Nee, dat heeft te maken met een boek dat een of ander Fransman heeft geschreven. Het L'amour duurt 3 ans. Liefde duurt 3 jaar, eigenlijk. Ik was heel sceptisch toen ik het boek opende. En ik moet zeggen, hij is wel bijna overtuigd. En dat is een beetje cynisch. Ja, maar ja, maar ik wil graag iets anders horen van je. Ik kan het niet met de, maar ik heb het weer vooral over niet de duur van de liefde, maar de intensiteit van de liefde. Ik wil graag de liefde ervaren op een bijna spiritueel religieuze manier. Een soefi manier. Dat je inderdaad verdwijnt. Dat je bijna geen grenzen meer kent. Dat je één wordt. Dus dat één, dat je iemand wordt, dat je biedt iets aan. Hè? Het is niet zo verstandelijk. Daarom was ik ook eigenlijk gefascineerd met zo'n theorie. Dat bijna, ik snap wel dat het op een gegeven moment lichamelijk en mentaal wordt. Maar dat is bijna met je hoofd. Dat eerst iemand worden, dat begrijp ik ook. Maar als je niet doodgaat door de liefde, dan is dat geen liefde. Oh. En daar geloof ik in. Daar geloof ik echt in. Ja, niet fysiek doodgaat, maar fysiek. Pijn dat geen pijn meer doet. Dat alles, dat het niet meer pijnlijk is. Dat het nodig is om dat te voelen. En dat zijn dan de Soefi gedichten van Ibn al-Farid. Rabah al-Adawiyyah. Rabah al-Adawiyyah, inderdaad. Sabri, ik wil je iets vragen, want gisteren heeft dus Amin Maalouf de keynote speech gegeven. En hij heeft iets gezegd wat, dat is toch een, ik weet niet waar ik ervan moet denken. Hij heeft dit gezegd. Hij zei, wij Arabieren, ze mag dat wel zeggen, wij Arabieren, wij, als wij verliefd zijn, of als wij vrouwen willen versieren, dan behandelen we haar als een prinses. Ja. En op het moment dat de ring in haar vinger is, dan... Ja. Is onze deurmaat, zou ik dat niet zeggen? Jij zegt dit soort dingen. Deurmaat. Maar anyway, het beeld is klaar. Maar denk je dat we zo slecht zijn? Nou ja, ik ben ook niet... Ik vind het verlangen. En het verlangen in de Arabische man, als ik het zo mag zeggen, als ik het zo kan generaliseren, ik denk dat dat... Dat wel sterk is. Verlangen naar liefde en liefde blijven voelen en onder woorden brengen en begrijpen of niet begrijpen of plek geven of ervaren. Maar inderdaad, op het moment dat je het krijgt en dat het pragmatisch wordt en dat het kinderen wordt en huwelijk en kinderen naar school en dat je dan verlangt naar dat andere wat. Dan ga je dan uit de deur, hè? Dan ga je naar anderen kijken. Ja, dus het klinkt heel, heel... Maar zo is het wel. Zo is het. Ik denk dat het... Maar waarom zegt u dat het verlangen speciaal bij ons... Naar... Kijk, het lijkt op nee, wat... Nee, het is niet speciaal. Ja, dat bedoel ik. Het lijkt op men... wat... In Nederland eindigt toch ook 1 op de 3 huwelijk in een scheiding. Ja. En de oorzaak ligt toch meestal bij dit soort gedrag. Ik denk dat het inderdaad misschien wel... Ik weet niet of het zo, ook zo kan zeggen, maar misschien is het wel mannelijk. Dat je verliefd bent niet... Ik vind het zo mooi dat je zegt dat de liefde geen gezicht krijgt tot de man komt. En dan krijgt de liefde gezicht. En misschien zijn wij, weet het niet, maar ik zeg altijd dat ik verliefd ben op de liefde. Op dat gevoel. De liefde dat zelf. Dat is romantiek puur sang. Dat is absoluut romantisch, ja. Ja, wij vrouwen kunnen ons niet permitteren om romantisch. Dat. Want? Maar dat is mooi, dat is mooi. Want. Vrouwen zijn veel minder romantisch dan mannen. Mannen, kijk, verliefd op de liefde, daar heb je als vrouw niks aan. Je moet verliefd zijn op jou. Het gaat om. Het gaat om. Het gaat om jou. Kijk, ja, natuurlijk. Als je zo'n liefde. Hebben, dat je wil, zwanger kan worden. Ja, als dat je doel is, dan word je ook duidelijk verliefd op een man waarvan je ziet dat dat een goede vader kan zijn, of trouw, en dat hij zorgt, enzovoort. Dat soort liefdes heb ik nooit gehad, tegendeel. Dus
Ja, dat. Maar ik denk dat het in de liefde echt om jou moet draaien. De intimiteit van in één, waar het woord kameraad vandaan komt, ik heb het al een keer gezegd, komt van het woord kamer, van het vermogen om samen in een kamer te zitten. Ja. Dat. En dan heb je niets aan een man die verliefd is op de liefde, want die wil die kamer uit. Ja. Je hebt je kansen verspeeld, hè? Nou, besef je wel. Nee, maar goed, nee. Nee. Volgens mij zijn we al lang. We zijn van onze hoofd. Je bent verliefd geweest op Egyptische jonge dames, neem ik aan. En Nederlandse dames, vertel ons het verschil eigenlijk. In jouw houding, de manier waarop je, en weet ik veel, Fatim Zahra uit Cairo benadert en Connie uit Amsterdam. Ik bedoel, je begrijpt me. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ik niet, maar ik luister toch. ik ben inderdaad een paar keer verliefd geweest op Egyptische dames, Egyptische meisjes, toen ik jong was. En dan gaat het met, dan als je een afspraak kan maken met het meisje, dan ben je al heel ver als je naast haar in de bus kan staan. Hoe fysiek naast haar kan staan, kan voelen hoe kan ruiken hoe zij ruikt, heel dichtbij zeg maar, dan ben je al heel ver. En als je haar hand vasthoudt en die alleen streelt, dan ben je die vervoering. Ja, dan ben je totaal in een totale versmelting, in een staat van versmelting. Maar dat is zo. Zo ver weg ligt dit eigenlijk, het fysieke contact. Maar waardoor het verlangen daarna en ook de frustratie, die gaan ook samen. Vandaar dat er ook inderdaad heel veel negatieve activiteiten tegen vrouwen, aanrandingen in de revolutie van Egypte, dat nog steeds gaande is. Omdat heel veel jonge mannen niet krijgen wat zij willen. De seksuele revolutie is heel belangrijk. Het moet in de slaapkamer gebeuren eigenlijk. Voordat het de straat op gaat. De man moet veranderen. Anders heb je geen revolutie. Maar we hebben het over niet over politiek. Maar dat is even dat. Maar ja, het benaderen daarvan is heel bijna heilig. Dat je over de borsten van de vrouw praat, dat bestaat niet. Dat kan ook niet. Een vrouw die haar borsten laat zien, een meisje die haar borsten laat zien aan een... bestaat niet, en als ze dat doet, trouw je niet met haar. Okay. Dat is de consequentie. Mm. Dus laat staan met haar naar bed. Mm. Als je dat doet, dan durf je niet met haar te trouwen. Dus zo gek en zo gefrustreerd zitten ze elkaar. Dus, en in Nederland is het anders. Gelukkig. Is het heel anders. Als je niet met elkaar naar bed gaat, dan is er iets mis. Nee, maar ik bedoel, het gaat natuurlijk niet alleen maar om met elkaar naar bed te gaan, want voor mij ook natuurlijk is het heel makkelijk makkelijker om met elkaar naar bed te gaan hier. Maar waar ik helemaal warm van word, is het contact. Het intellectuele, mentale staat van verliefdheid. Dat je inderdaad durft te fantaseren dat je... Als je in één kamer, of als je op de bank zit, of als je in bed ligt met die vrouw, nou ja, dat je één wordt. Of dat je samen bent, of dat je elkaar aan kan. Dat het gezellig is in bed. Dat is heel romantisch, maar wat Connie zei over kameraad zijn. Kijk, jij komt uit Cairo, ik kom uit Casablanca, en we zijn toch daar eigenlijk. Daar zijn we goed gedaan. Nou, overkomen. Daar is je microfoon te dichtbij. Komt te dicht bij mij. Je komt te dicht bij jou. Je zit tussen twee mannen die jou bewonderen, dat is toch leuk? Hey, maar wacht even. Wat was ik aan het zeggen? Ja, ik kom uit Casablanca, je komt uit Cairo. We hebben toch een bepaald cultureel, weet ik veel, opvoeding of zo. Het zit in onze genen, ik geloof er niks van, maar het zit in onze genen. Dan komen we naar Nederland. Hoe kunnen we dus, wat Connie zegt. Hoe kunnen we een vrouw zien ook gewoon als een kameraad die eigenlijk precies op hetzelfde niveau zit, die het recht heeft om
ons tegen te spreken, ons belachelijk te maken. Kun je dat echt of wreeft het soms? Of? Ja, nou ja, je moet wel. Ja, je moet wel, maar... Nee, maar ik bedoel, het kan, ze kunnen, je kan niet anders met hun omgaan. Ja, met hun, dat klinkt een beetje raar. Met, ja. Maar de Nederlandse vrouw dicteert omgangsvormen. Ze zijn allemaal dictatoren. Dicteert, dat is iets anders dan dictator. Nee, ja, ze geeft aan... Dicteert dictator. Nee. Nee, ze geeft aan hoe met haar om te gaan. Ze geeft aan hoe met haar om te gaan. Nou, als je het niet weet, Nou ja, als je uit Egypte komt, dan weet je dat soms niet. Als je iemand nog alles moet leren, want zo doen wij dat hier. Zo kunnen ze dus hard werken. Heb je ooit iets gehoord? Ik zeg ook altijd, ik ben in Egypte opgevoed, maar ik ben hier door de Nederlandse vrouw heropgevoed. Het klinkt heel... alles wat je zegt, moet je even genuanceerd. Nee, ik ben nog niet heropgevoed. Het komt nog, maar... Verzet je je te veel? Heb je ooit iets gehad met een buitenlander? Verliefd. Ja, nog niet, maar vanavond. Nee, vanavond begint ze. Ja, je weet het nog niet, jij of ik. Maar anyway. Nee. Ja, had wel, minnaars wel, ja. En cultuurschool, ken dat allemaal? Flauwekul of? Nee, helemaal niet, waren bijna ook allemaal schrijvers. Allemaal schrijvers? Mm-hmm. Kunnen we namen hebben? Geen naam? Kunnen jullie namen noemen? Even denken, ze waren geloof ik allemaal getrouwd. Ja, nee, ik kan geen namen noemen. Ja, jij bent. Hé, maar was je niet van plan om te dansen? Ja. Ik ben van plan om te dansen en niet alleen. Hoe werkt het? Wat ga je doen? Waarom heb je alleen aan de koning wijn geschonken? Niet Sorry, ja. Ja, sorry. Je bent moslim, toch? Nee. Sorry. Ja, moslim die van goed wijn houdt. Ja, sorry. Ik ga jou, ja, dat is waar. Ja, je vroeg me iets en waardoor ik... Ja, maar goed. Geisha spelen nog niet. Gewoon te zeuren. Hoe werkt het dan? De daad was goed. Ik word heropgevoed. Wat is heropvoed? Heropgevoed, ja. Heropgevoed? Hoe zeg je dat? Heropvoeding. Dank je. Merci. Het duurt bij jou nog lang, hoor. Proost. Op het leven, hè? Proost. Proost. Op de liefde. Wanneer ga je dansen? Wat ook mooi is om te zeggen dat jouw naam, Fuad, hart. Hart betekent, maar niet hart als een spier. Oh, nee. Niet de spier. Echt hart als de zetel van de gevoelens en van liefde. Mijn naam betekent liefde. Ja. Mijn naam betekent wijs door strijd. Dat is nog eens anders. Wijs door strijd. Koning betekent oorlog bijna. Koning? Nee, dat is een afkorting van Alde Gonde. Oh, dit is prachtig. Een middeleeuwse naam. Alde is oud, wijs. Je heet echt Aldegonde. En Gonde is oorlogstrijd gevecht. Nu ben ik wel bang voor je. Aldegonde. Daarom, ik zeg, alle angst die je voelt is terecht. Je niet voor te schamen. Helemaal terecht. Grijp ik goed. Dames en heren, Sabri gaat dansen. Echt waar, Sabri? Nee, maar ik... Dat doe je me heel veel plezier. Ja, maar ik ga jou ook vragen om mee te dansen. Maar, niet alleen Connie, maar ik ga jullie ook uitnodigen om op te staan en mee te doen. Maar dat gaat even met een uitleg. Ik kan het gewoon zonder diploma. Is dit die lichaamstaal waar jij het over had? krijgen we zie je wel? Dat ben ik ook niet tegen bestand. Soefi dans, dames en heren, het sofisme is een tak van de islam dat een gezicht geeft, een menselijk gezicht heeft aan de islam. Dat betekent niet dat je... Daar heb je geen moslim met geworden. Als je op de straat gaat en ze gedragen als een moslim, helemaal. Maar je krijgt een indruk van over hoe doen de rockzangers en Madonna en Prince doen dat ook, maar dan christelijk. En ik vind dat mooi. Religie en erotiek liggen heel dicht bij elkaar. En dat is, een vorm. Niet dat je met elkaar gaat heup dansen en zo, maar... Ja, man. Ja, maar dat gaat het gezien. Deze dans, een andere dans. Maar dus is een beweging, een zware beweging, en dan gaan we proberen 5 minuten vol te houden. Een zware beweging van de ene kant naar de andere. In de muziek.
voor degenen die dat kennen, die ooit in de crypto geweest zijn. Misschien hebben we het ooit op een plein gezien. Mensen die tegen elkaar in twee rijen staan en... En dat gaan we doen. Ik zet de muziek op, maar voordat we dat doen, ga ik jullie vragen om op te staan. Je hebt niet heel veel ruimte nodig, dus het is gewoon een makkelijke beweging, volgens mij heb je niet nodig. Dus kan iedereen mij verstaan? Ja. Ik zet de muziek op, dus laten we even afspreken dat we allemaal kijken naar rechts. Dico. Dico. Met arm. Dus het is eigenlijk zo. Ben ik hier is maar zo. Kapot maken. Nee.
niet met elkaar praten. Ga gewoon door. Oké. Houd vol. Zeker niet. Oh. We lopen uit. Dankjewel. Dankjewel.